play Minecraft. Ik ga nu even openen. Oh ja, ik heb het trouwens gedownload. En heb ik ook al een video op mijn YouTube kanaal staan. Dus kijk die ook even. Even game. Dan maken we even een nieuwe map aan. Het waren mijn oude werelden. New world. Even YouTube. Oh, vetters dus. Lekker. Ik hoop dat we een goede map hebben met bomen. Al die andere shit. Nee, dus. Jawel. Mooie bomen. Je moet ongeveer 10 stukken bomen hebben. 5 zijn ook goed. Het is best als je meer hebt. Blijf gewoon even doorhakken tot we genoeg boomstukken hebben. Dat is er 1. 6 stukken bomen. Maar dan hak ik deze bomen nog even aan en dan komt het wel goed. Ja, we hebben niet genoeg, vind ik. Wat je nu doet, is je gaat. Je drukt op E. Dan pak je alle boomstukken. Wood. Hier in een vakje. Rechtermuisklik achter elkaar erop. Nou, dan zie je dat je 40 planken hebt. Dan is je. Deze crafting helemaal vol, één hoekje. Crafting table. Dat je hier zo neerzet en die ook hier maar neerzet dan. Dus dat is pakje. Die mijn, of die crafting table, druk je op rechtermuisklik op het zand, of waar dan ook. Rechtermuisklik erop. Wat je dan doet is, je gaat stokjes maken. Stokjes maak je door, nou ik halveer dat even. Dan halveer ik dat ook nog even. Dan heb je stokjes, dus je zet je boven elkaar in de midden. Weer rechtermuisklik erop, heb je weer heel veel stokjes, 16 stokjes. Wat je dan doet is, we gaan een pickaxe maken. 2-2. En dan doe je hier 2-2. 2-2. Hier zie je dat je nu al van graan ding hebt. Nu heb je 2 pickaxen en een pickaxe. Twee, nog een pickaxe. En laten we dan nog even een halve maken van dit. Nu hebben we een wooden huil. Dat is om gas mee weg te halen, zeg maar. Zo, dus je sloopt hem. Je wil niet je ding kwijt raken. Wat we nu gaan doen is, we gaan op zoek naar een berg. Ik geloof dat ik daar al wat zacht net. Kijk, dan zie ik een ingang van een grot. Het zou wel heel mooi en heel leuk zijn als we daar, zeg maar, nee, is geen grot. Er zit helemaal nergens iets. Hebben we dat nodig, maar we vinden het niet. We moeten zeg maar kool hebben. Dat is. Laten we kijken, dat is geen. Geen grot, dat is flint. Geen kool, het lijkt op kool, maar het is flint. Nou, dan gaan we de volgende. Dan gaan we. De volgende let's play ga ik op zoek naar kool. Nu gaan we zorgen dat we een soort van huisje kunnen maken. Ik doe dan even een basishuisje. Normaal maak ik al een huis van steen. Dat is nu even moeilijk te zoeken. Oh ja.
s'nachts komen er monsters, dan komen er creepers die ontploffen, zombies, skeletten. Die zijn allemaal heel erg gevaarlijk, dus zorg dat je dicht huis hebt overdekt. Ja, nu zoek ik een goede plek op voor een huis. Nou ja, ik ga eentje zoeken, weer eentje te zoeken aan het water. Hey, hebben we hier een grot? Dat is misschien... Ik geloof dat ik geen kool heb gevonden. Ik vind waardeloze dingen altijd. Jezus, klote zo, was ik hier maar nooit ingesprongen. Had deze last ook niet gehad. Ja jongens, we zijn bijna bij de grond en lekker dan. Gevaarlijk grot. Nou ja, een tip van mij is, ga niet slapen bij een grot. Dat is echt het slechtste wat je kunt doen, ook het domste. Nou, dit is sneeuw. Ik ga de volgende wei weer een... Van een watergrot. Hé hey, jongens. Kijk eens wat we hier vinden. Kool. Wat we nodig hebben. Dus we doen eens. Oké, we hebben hier kool gevonden. Kool, dat is echt wat we nodig hebben. Twee stukken kool. Van één stuk kool heb je... Weet je, omdat ik er toch kool heb, denk ik, what the fuck, boeit mij het flikker. Nou, dan ga ik gewoon even laten zien hoe je fakkels maakt. Dat is misschien wel handig te weten. Oké, okay. Wat je doet is je gaat naar je crafting table. Anders kan ook gewoon met E, met de crafting table. Wat je doet is je pakt je stokjes. Hier twee. En dan, laten we zeggen, vier. We hebben vier. Kool doen we erboven. Kijk, hier een torch. Kijk, dan heb je 16 stukjes torch. Nou, dan is het gewoon een simpel huis maken. Dan heb je in ieder geval een mooi verlicht huis. Zal ik het overzien. Ik weet niet of we hebben niet heel veel hout meer, dus ik denk misschien laat ik nog even zien hoe je een deur maakt. Want dat heeft ook geen nut, nee. Dus toen is toen hier ook nog even iets van gravel. Het is om je huis. Ja. Ik zal geen laag huisje te maken. Het is best als je een goed groot huis maakt. Zal maar zoiets als dit. Het beste is om hem 3 hoog te maken.
Ik had gewoon even, denk bij mezelf, dikke shit, ik had gewoon gezien hoe je een deur maakt. Even kijken hoeveel hout we nog hebben. Die vicarine, kijk eens genoeg hout nog, dit is maakt een. Wat van, zoals dit. Een workbench. Nee, nou fuck, dat is helemaal niet wat ik zoek. Nou heb je dus een wooden door. Nou maakt gewoon een soort van 6 of 3 naar de linkerkant naar beneden en 3 in het midden naar beneden. En dan krijg je een wooden deur. Om die wooden deur te plaatsen, moet je het enige wat je hoeft te doen is. Even kijken, die weghalen. We maken dus een soort van. Oh kijk, het gaat even donker worden hier. Dus doen we even torches. Dus om die van buiten af te plaatsen. Shit. Verkeerd geplaatst dus. Kijk, en je hebt een deur. Nou. De verlichte mijn huis natuurlijk ook nog even wat van binnen. Even dicht maken natuurlijk. Dat is ook altijd al veilig en handig. Oh, zie je. Cobblestone is bijna op. Nemen. Ja, is op. Nou, moet wachten tot het licht wordt. Ik ga persoonlijk hier nog even iets maken. Dat als er iets voor de deur staat, dat je dat kan wegspringen. Zo. Nou, dit was de eerste tutorial en commentary. Nederlands natuurlijk. Subscribe, rate en comment.